Welkom bij het GameKingsjournaal van 21 januari 2021. En uh, we beginnen dit GameKingsjournaal met: ja, denk ik toch wel wat vervelend nieuws omtrent de leverantie van de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Tot nu toe kwam er her en der wel wat binnen in de winkels. Als je een beetje online kijkt, er zijn een aantal websites. Die zich specialiseren in uh, het vinden van de voorraden. Feitelijk verzamelen ze eigenlijk alle data. En dan geven ze aan waar er een badge aan nieuwe consoles vergelijkbaar uh, uh, verschijnt. Maar die badges zijn over het algemeen. Eigenlijk alleen maar uh, beschikbaar voor de mensen die al gepreorderd hebben. Ik kreeg ook een, een leuke tweet van iemand die bij Bol.com had besteld. Uh, en die zeide, nou, uh, je gaat hem krijgen ergens tussen nu en 31 december 2021. Nou, dat lijkt mij toch wel een vrij ruim gebied. Het slechte nieuws is. Deze situatie gaat eigenlijk voorlopig niet veranderen. We hebben het al aangegeven in de stellingen die we hebben gedaan. Wij denken eigenlijk unaniem dat voor de zomer de voorraad van de PlayStation, met name de PlayStation 5, maar ook de Xbox Series X, mondjesmaat gaat toegevoerd worden. Dat je er echt weer een aantal in de winkels ligt, of dat je gewoon. ...online naar een website kan gaan en dat je altijd prijzen hebt... ...en dat die de volgende dag wordt geleverd. Die situatie gaan we voorlopig nog niet krijgen. Nou, waarom denk ik dat? Ik ga dan een beetje af op een interview uh, wat Lisa Su heeft gegeven. Nou, zou je denken, wie is Lisa Su? Nou, Lisa Su is de CEO van AMD en dat is weer een chipleverancier. En zij leveren de chips voor de PlayStation 5, de Xbox Series X... ...en natuurlijk ook ontzettend veel desktops... Um, en zij deed die uitspraken uh, tijdens de CES 2021. Uh, dat is alweer een week geleden, maar eigenlijk is nu pas die uitspraak naar voren gekomen, opgeborreld, omdat de implicaties best wel heavy zijn als het gaat om de consoles. Want wat zegt zij? Uh, we hebben het een beetje onderschat, de vraag. We hebben problemen uh, met de pandemie om aan alles te voordoen. En we hebben ook nog eens keer het probleem dat zowel uh, er een PlayStation 5 is als een Xbox Series X. Als dat nu de vraag naar nieuwe laptops en nieuwe desktops met bijvoorbeeld de RTX erin, de 3080, is gigantisch groot. En we hebben gewoon niet zoveel voorraad. En die voorraad die zal voorlopig schaars blijven. Nou ja, goed, dan kun je gewoon 1 en 1 bij elkaar optellen. En dat betekent de komende maanden gewoon nog heel veel ellende als het gaat om het kopen van het PlayStation 5 of een Xbox Series X. Of inderdaad dan een 3080 kaart. Het kan. Maar je moet ontzettend veel geduld hebben. Je moet echt gaan zoeken. En je moet een flinke dosis geluk hebben. Ik in ieder geval, ik wacht het nog even af. Want ik heb er gewoon het geduld niet voor. Daar word ik alleen maar boos van. Dan gaan we naar wat leuker nieuws. Um, dit vind ik leuk. Um, heb ik ook nog niet heel veel gezien. Uh, het betreft een conceptartist genaamd Jung Nam. Uh, hij is een conceptartist uh, die werkt aan uh, een... een, een, een ja, voor, hij werkt voor Naughty Dog eigenlijk. En Naughty Dog heeft aangegeven... Dat ze of bezig zijn met een nieuwe IP, of bezig zijn met een vervolg op de Laatste Us 3. Dat heeft Neil Druckmann aangegeven. We gaan een van de twee doen. Of misschien ook wel allebei. Ga ik het zo over hebben. En deze concept artist. Um, die heeft een aantal screenshots. Een, 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 wat concept art. Op zijn uh, eigen website gezet. En uh, daar hebben we een aantal screenshots van. Die kunnen we laten zien. En dat zou dus mogelijk een nieuwe game van Naughty Dog kunnen zijn. Dus dit zou een nieuwe IP kunnen zijn. Ziet er een beetje witcher-esque uit. Uh, een draak natuurlijk beneden. Toffe chick. Uh, we hebben nog wat meer plaatjes als het goed is. Uh, hier zie je het ook weer. Weer een vrouw. En volgens mij het derde plaatje is ook een vrouw. Ja, wat meer fantasy-achtig. Doet mij ook weer een beetje denken aan de richting... waarin Horizon Zero Dawn zou zitten. Veel vrouwen... The Last of Us, uh, Naughty Dog. Nou goed, daar gaan we dan. In die richting gaan we dan maar even niet op. Maar ik zou het wel interessant vinden. Ik bedoel, ik denk, en ik heb het al vaker gezegd: ik denk dat met deel 2 dat verhaal van The Last of Us eigenlijk wel mooi rond is. Ik, ik, kan, ik zal niet zeggen, ik zal niet beweren dat zij niet een nieuw verhaal kunnen vertellen. Daar zijn ze goed in. Maar. Ik zou het zo wel mooi vinden. Net als Uncharted, wat mij betreft gewoon wel een beetje rond is. Dus, dus ik zou een nieuwe IP tof vinden. En deze stijl ziet er gewoon heel interessant uit. Een beetje, een beetje, beetje, beetje fantasy-achtige setting. Dus uh, ik ben heel benieuwd of dit later of we later kunnen zeggen. als ze echt iets bekend maken. van hey, verdomd, wij hebben dan al een jaar geleden bijvoorbeeld al de eerste concept art gezien. Aan de andere kant. Lekker, om dat zomaar te laten zien. Moet hij toch wel een beetje de toestemming hebben van New Drugman en Sony. En over het algemeen houdt Sony graag dingen wel redelijk onder de pannen. Maar goed, maakt niet uit. We hebben het laten zien. Uh, dan Sony Santa Monica. Dat zijn de makers natuurlijk van God of War. Uh, die zijn natuurlijk bezig met uh, Ragnarok. De nieuwe God of War die dan ook dit jaar moet uitkomen. Vraag is een beetje of dat echt een volledige volle bak nieuwe God of War is. Of dat het een beetje gewoon een... Extra stuk, flink extra stuk content is. Uh, zoals bijvoorbeeld ook Spider-Man, Miles Morales, dat is. Uh, naar aanleiding van de vorige op Maar ze zijn ook nu aan het. Uh, ja, ze zijn nu weer nieuwe mensen aan het inhuren. Uh, een vacature en deze vacature die zoekt een art director. voor een nieuw aan te kondigen titel. Een nieuwe aan te kondigen titel. Dus dat zou dus betekenen dat. Santa Monica met parallel binnen de studio met twee verschillende games bezig is. En dat is naadloos eigenlijk uh, het volgende nieuwtje... of de volgende ontwikkeling die interessant is. Want Normaliter, dat zag je bij Guerrilla... dat zag je bij Santa Monica, dat zag je bij Insomniac. De studio's van Sony zijn over het algemeen steeds met één game bezig. Naughty Dog ook. Ze maken één game. Tuurlijk is er dan wel een klein team misschien bezig... met, met het ontwikkelen of het bedenken van... Waar ze uh, hierna mee bezig gaan zijn. Maar de core, de studio is bezig met één titel. Die maken ze af. Misschien nog wat DLC. En dan gaat het team vervolgens verder naar, het vol naar de volgende game. Nou, het lijkt er steeds meer op dat die methode. Uh, dat Sony die methode nu laat varen. Guerrilla die is op dit moment bezig met twee verschillende games voor Bidden west, maar ze zijn ook bezig met iets anders. Ze zijn ook aan het opschalen. Grote kantoor, meer mensen. Uh, Naughty Dog, daar lopen ook de verhalen... dat ze misschien wel met twee verschillende games... tegelijkertijd bezig gaan zijn. Santa Monica, San Diego. Allemaal zijn ze bezig... lijkt het wel, met twee verschillende games... Waarom? Dat kan een antwoord zijn op het agressieve gedrag van Microsoft, dat natuurlijk een game pass heeft. Uh, van, uh, vanuit daar meer content nodig heeft. Eigenlijk wel elke maand gewoon een leuke game of meer leuke games. Uh, ze gaan meer uitbrengen. Nou, wordt dat triple A of wordt dat meer double A? Een beetje van die, die, die mid-level games, dat, dat weten we niet Sony moeten wel wat En Het lijkt erop dat Sony. Uh, nu ze het van de third party. niet zoveel meer gaan krijgen. Daar zal wat minder exclusief vandaan komen. Het onderscheidende van de PlayStation 5 is gewoon de exclusieve titels. die ze hebben vanuit hun eigen studio's. En het lijkt erop dat ze de productie aan het opvoeren zijn. zodat ze meer AAA games per jaar kunnen gaan uitbreken. Ik vind het een toffe ont ontwikkeling. omdat die games nou eenmaal gewoon hartstikke. Goed zijn dan, uh, Fall Guys. Komen ze nou wel, komen ze nou niet? Komen ze nou wel, komen ze nou niet naar de Xbox Game Pass? Nou, het lijkt erop, als we uh, mogen geloven, uh, want dit is natuurlijk een hele populaire titel. Die wat mij betreft al wel het hoogtepunt heeft bereikt. En de afgelopen zes maanden is er wel vaker sprake geweest of deze game wel of niet uh, naar de Game Pass zou komen. Nou, tot nu toe is het nog niet gebeurd, maar er um, op de Instagram van Xbox Game Pass, dus de officiële Instagram van Xbox Game Pass, um, en daar hebben wij dat voorbeeldje van, was er een vraag van een gamer die vroeg van, hey uh, Fall Guys, weet je wel, uh, gaat dat nou nog een keertje hè, komen? Uh, I want Fall Guys on the Game Pass, zei Hamed Pars Gamers. En Xbox Game Pass zei, it's coming. Fall Guys heeft dat dan weer ontkend door de developer ervan, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Um, ik denk gewoon dat het daar wel de tijd voor is. De game is denk ik wel een beetje over het hoogtepunt heen. En uh, dan is een Game Pass altijd een hele mooie uitvalsbasis om toch nog wel even wat extra content of wat extra uh, gamers, consumenten aan je te binden. Waarschijnlijk gaat het misschien weer wat meer gestreamd worden. Waardoor het gewoon weer wat populairder wordt. Dus ik denk dat het gaat proberen. Um, alleen, Fall Guys wil hier natuurlijk gewoon weer een mooi PR-trajectje op loslaten. En niet zomaar dit wereldkundig maken. Via een antwoord van een iets te enthousiaste medewerker van de Instagram-pagina van Xbox Game Pass. Um, dan gaan we even afsluiten met. Ja, gewoon iets grappigs. Um, PC's, je weet het, dat zijn meestal van die grote. Kasten of uh, bijvoorbeeld een laptop. Uh, daar kan je tegenwoordig natuurlijk ook perfect op gamen. Maar er is nu ook een sneaker, dames en heren. Er is een sneaker op de markt gekomen waar je ook dus mee kunt gamen. Het is gewoon serieus een sneaker. En we hebben de beeld van uh, met een RTX 380 aan boord. Ik weet begot niet hoe je dit voor elkaar krijgt. Of het ook wel werkt. Uh, de maker zegt dat, dat het kan. Dat hij ermee kan werken. Het is een bedrijf wat de meest maffe... Constellaties maakt als het gaat om PC's. Ze zeggen dat ze het tegenwoordig ook in een schoen kunnen verwerken. Nou ja, kijk, als het ook uh, de 3080 nu in dit soort laptops kan, ja, waarom zou het niet in een schoen kunnen uh, staan? Het enige nadeel is: ik ga je die schoen dan aandoen. Um, doe je hem aan als het buiten nat is. En je baalt enorm als je gewoon vol in de scheid trapt met je RTX 3080 schoen. Anyway, volgende week weer een nieuw gameking journaal